Soest, de coach van de Graaf. Voor een overvolle tribune werd eind vorig jaar de allerlaatste aflevering opgenomen van de populaire KRO-comedyserie Toen was geluk heel gewoon. De laatste keer spelen voor een enthousiast publiek. Het laatste applaus. De laatste bloemen. De laatste traan. Straks die slotaflevering, maar nu eerst kijken we terug naar 16 mooie jaren. Ja, we hebben het lang uitgezongen. We hebben vele stormen overleefd. Een compliment dat we hebben dat volgehouden, 16 jaar. Dat is natuurlijk enorm lang. Nu hebben we zelf gezet, nou, laten we er maar eens een punt achter zetten. Zo is het, zo gaat het, zo moet het zijn. Je moet natuurlijk op je hoogtepunt stoppen, zoals dat heet. Je moet natuurlijk niet gaan krijgen dat mensen zeggen, wanneer houdt dat eens een keertje op. Ik zal het ook echt missen hoor, want we zijn echt een familie al zoveel jaren. Voor mij als acteur, geweldig leuke ervaring. Geweldig leuke ervaring. Ja, dat is ontzettend leuk. Ik zal liegen als er één aflevering is geweest dat je niet met je plezier naar je werk gaat. Onze serie behandelt alle diepe ondeugden des mens. Het gaat over jaloezie, het gaat over hebzucht, het gaat over egoïsme. Altijd. Daar gaat het altijd over. Verpakt in. Toen was geluk heel gewoon. De tijd haalt ons gek genoeg eigenlijk in, omdat het is 35 jaar geleden. Al die dingen die eind jaren 60 en jaren 70 opkwamen, toch een hele nieuwe tijd. Hoe je daar verder ook nu tegenaan kijkt, doet er niet toe. Er gebeurde heel veel en er veranderde heel veel. Althans, er leek heel veel te veranderen. En al die thema's uit het begin jaren 70 zijn er nog steeds. Maar als het nou straks dus 2009 is, dan is het 74 en dan is het 1974 in de serie. En dat is net of het niet zo lang geleden is. Dit lijkt wat dichter, of het steeds dichterbij komt. Zo'n 17 jaar geleden krijgen Sjoerd en Gerard de serie The Honeymooners onder ogen. Dat is de allereerste sitcom ever op televisie. Een beetje de oercomedy uit de begintijd van de televisie, begin jaren 50. Jackie Gleason. The Honeymooners. Kunnen jullie daar wat mee? Ik moet eerlijk zeggen dat ik zag er niet zoveel in. En Sjoerd wel, die zei nee, dat moeten we doen, want zus en zo. En het format, zou ik maar zeggen, is prima. Toen werden we er allebei enthousiast voor en toen zijn we dus gaan vertalen. I don't feel good, Norton. I'm burning up. Hey, I think your temperature. You got a thermometer? Yeah, it's in the drawer. Als je nou ergens een thermometer hebt, dan krijg je even temperatuur. Bovenste laag. Heel goed. Probeer hem hebben. Well, what is it, Norton? Wait a minute. Kijk, het is toch zo'n klein rood streepje, ja? Zo. Yeah. What is it, Norton? What is my temperature? What's my temperature, Norton? 111. Wat heb ik, Siebel? Hoeveel is het? 46. 46? Hoe kan dat nou weer? Can't see the red thing? Here, wait a Heb jij dat net ook gedaan? Ja. Tot ze op waren, de scripts, Amerikaanse scripts. Maar toen hadden wij natuurlijk zo veel al bewerkt en vertaald. We kenden de situatie en de personages zo goed, dat het eigenlijk vanzelf ging. Aangezien we er 250 hebben gemaakt bijna, hebben we er dik 200 zelf geschreven. Vanaf toen eigenlijk is de serie ook pas echt succesvol geworden. Goedenavond. Gerard Cox als Jaap Kooijman. Hij is fijn. Jaap, yo. Sjoerd Plezier als Simon Stokvis van de Bruine Rotterdammer. Mevrouw Kooijman. Joke Bruijs als Nel Kooijman. Snert staat in de keuken. Moena Goeman-Borgesius als zus Stokvis. Simon Stokvis.
vers. Huip Roijmans als meneer Harmsen. Moet ik je dat altijd alles alleen doen? Bonsoir. Walter Krommelin als Hopjes. Zoals u wilt, meneer. Oh? Koos van der Knaap als Karel van Dam. Ja, maar mijn toetje. Dan haal ik toch gewoon mijn hospita erbij. Paul van Soest als Henk van der Berg. Ton van der Velde als kok van den Landen. Ik heb een noodslacht uit Barneveld. 500 impotente jonge hanen. Goedemiddag, beste collega. Galdoen El Mekki als Paco. Davy J. Geernaert als Japie. Dat is heel normaal. Elisabeth Versluis als Ma. Dag Jaap. Dag jongen. Nee hè? Jazeker. En Edo Brunner als Bas. Nee, dat kan niet. Want het is bijna allemaal al weg.